We hebben net een bijeenkomst gehad met 150 ondernemers. En al die ondernemers weten dat ze in de komende jaren van het gas af moeten en moeten gaan verduurzamen. En ik moet zeggen, de sfeer was optimistisch. Er waren allerlei ideeën om dat te doen. Voor ieder bedrijf weer anders. Maar het is duidelijk aan deze ondernemers dat ook zij onderdeel zullen gaan worden van de energietransitie. Ik ben Sander Gersen, ik werk bij DNVGL en met name op verbranding van gassen, duurzame gassen, zoals waterstof, biogas, aardgas. En daar heb ik zojuist een workshop over gegeven. De grote vraag die iedereen heeft is van op welk paad moet ik bellen? Moet ik naar elektriciteit? Moet ik over op aardgas gewoon blijven? Of moet ik over naar waterstof? Moet ik over naar biogas? Dus we hebben een verhaal verteld waarbij je brandstoffen zeg maar, flexibel kunt inzetten. Dus je kunt sowieso aardgas branden. En als biogas beschikbaar is, ga je biogas branden. En dat je al die paletten aan brandstoffen, die kun je dan gebruiken in je branden. En je hoeft niet naar de toekomst te denken, want elke brandstof past er gewoon in. We waren het met elkaar eens dat het kosteneffectief moet. Ze hebben er allerlei voorstellen voor. Dat we ook het speelveld moeten bewaren, want het heeft geen zin om deze industrieën naar het buitenland te verjagen. We hebben er eigenlijk allemaal vertrouwen in dat dit ons gaat lukken in Nederland.